bij reorganisaties horen vaak sociale plannen. En wat je in het verleden zag, is dat er heel vaak met geld dingen werden goed gemaakt. Er werd gezegd van, nou, hier heb je een vergoeding, we kopen het af. Tegenwoordig heb je instigaties van zowel de vakorganisaties als de werkgevers dat in sociale plannen in plaats van geld ook van werk naar werk wordt aangeboden. De meeste werkgevers willen niet graag reorganiseren, vinden het vervelend dat hun mensen moeten vertrekken. Op het moment dat je dat doet, kun je beter maar goed voor ze zorgen dan alleen maar met accenten, plat gezegd, het afkopen. Dat heeft impact op je medewerkers die jou gaan verlaten. Het doet iets voor de mensen die blijven, want die zeggen van joh, hoe ga je om met mijn voormalige collega's? Het doet iets voor de mensen die je in de toekomst wil werven en het doet iets met jouw markt. Ik ben bij Randstad HR Solutions terechtgekomen via een outplacement traject wat ik aangeboden had gekregen van mijn werkgever. De werkgever wilde toch met een outplacement traject een goede service bieden aan medewerkers. Dat ze ook de kans hebben om hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten. Wat we bieden is dat je een vaste adviseur krijgt die jou gaat begeleiden, die je gaat bemiddelen voor je, die ook echt gaat matchen. We hebben een groot arbeidsmarktnetwerk, maar we kijken met name naar wat heb jij als individu nodig om aan die nieuwe baan te komen. Ik ben nu bezig om mijn eigen bedrijf wat meer uit te bouwen en daar gewoon wat meer acquisitie in te doen en te kijken of ik daar wat meer opdrachten in krijg. Wat ik vooral heel leuk vind, dat ik echt het gevoel heb van ik heb wel kennis en zo van zaken en ik weet wel hoe ik dingen aan moet pakken. Maar dat er echt heel erg persoonlijke begeleiding is. En dat vind ik toch wel een winst, zeg maar. Omdat dat wel maakt dat je het gevoel hebt dat je het niet helemaal alleen doet. De kracht zit in het vinden van de balans tussen begeleiding en bemiddeling. En wat dat betreft zal er dus nog steeds veel vraag zijn naar het werk-naar-werk trajecten. En zal er in de toekomst ook een vraag steeds meer gaan ontstaan naar het duurzamer inzetbaar maken van je medewerkers. Waarbij ook met name die medewerker zelf een hele belangrijke eigen verantwoordelijkheid daarin gaat krijgen.